dames en heren, heel hartelijk welkom op de playback show van de VVV. Het is een heel vol programma, dus we gaan heel snel beginnen. Het is een wat bijzonder programma. Dat heeft te maken met het 60-jarig bestaan. De eerste 10 optredens is voor kinderen tot 12 jaar. Dat is de officiële playbackwedstrijd. En daarna is er een optreden van 5 oud-winnaars die in de afgelopen 10 jaar een keer de eerste prijs hebben gewonnen. Alleen die zullen nog een keer optreden met hun oorspronkelijke nummer. Maar eerst gaan we kijken naar de playbackshow van 10 deelnemers, van kinderen tot 12 jaar. Ik wens u heel veel plezier, luister- en kijkplezier. En ik wil even de jury welkom heten. Die zitten daar netjes naast elkaar. Wilco in het midden, de deugd in het midden zullen we maar zeggen. Rechts Edine Vlos en links Anja Klever. Mensen allemaal, even een applausje voor de jury, ik roep u vast. Dan geef ik nu heel snel het woord aan Kees Trien, iemand die al jarenlang presenteert. Jongens en meisjes, dames en heren, goedenavond op de VVV. Ik dacht eerst het wordt nog een V van een verdrietige dag, maar u ziet het. Een week geleden is Benschop nog op de radio geweest met 14 mm regen. En de VVV komt en we komen op de televisie. Weer een verschrikkelijke leuke en goede begeleiding van onze disco My Way. Hartelijk applaus. Dan gaan we gelijk fel van start, dames en heren. En we krijgen een hippie shake van K3. Je bent jong, je bent wild en je voeten staan niet stil. Je bent hip. Staan, want de jury gaat wat zeggen. Ik vind jullie helemaal gaaf, want dat rotweer hier, dat ben ik helemaal vergeten. Want ik vond het een spetterende zomerse opening. We zien er alle drie waanzinnig gaaf uit. En de playback was helemaal super. En waarom noemen jullie zelf geen B3, baas 3, zeg maar? Volgens mij is het helemaal super om met z'n drieën en dan straks een meidenband te beginnen. Ik vond het helemaal geweldig. Goed zo. Daar hebben we ze. Face tattoo, face tattoo. Well, it's like
Nou weet ik wat die K betekent van K3. Dat is de K van knap. Ken je niet? Jullie zien er zo knap uit en jullie zijn zo knap. Jullie kunnen Engels zingen, Nederlands zingen. En die slagroom heb je die ook gemaakt. Van mama dat gedaan. Is er geen echte? Oh. En wie is Deborah? Oh, dat ben jij. Deborah van de Vlist. En Tisse van de Vlist. Dat ben jij. En dan ben jij Roos Walraven. Nou, ik vond het geweldig. Maar dat begrepen jullie wel ook, hè? Iedereen moest zo hard klappen. Soms voel ik me wel eens een beetje gewonnen. In de grote stad krijg ik bijna geen lucht. Uitlaatgassen of vuilnis, al die stank die blijft hangen. Het liefst sla ik dan op de vlucht. Wat moet het fijn zijn te vliegen daar boven? Helemaal vrij zijn, wat heerlijk is dat. Wat moet het mooi zijn, echt niet te geloven. Enkel te vliegen, verder van de stad. Als een beer over zee, vlieg ik met alle golven mee. Hoog in de lucht, voor de drukte gevlucht. Met mijn prachtige vleugels, vlieg ik over de heuvels. De wind neemt me mee, over land, over zee. Jongens en meisjes, dames en heren, Janine de Hoop. Dat deed je mooi. Volgens mij zong je het nog echt ook. Nee. Echt niet waar, er kwam een beetje stoom uit je mond. Maar wij moeten iedereen 3 punten geven voor playback en voor presentatie en voor algehele verzorging. En wat ik jou nog op playback moet geven, zou ik niet weten, want het was echt heel, heel goed. En ik wil nog even... dat je heel even iets opzij gaat, want iedereen moet dat even heel goed zien wat er achter jou hangt. Dat ziet er prachtig uit. Heel erg mooi. Dankjewel.
Dankjewel. Nou, dat was een geweldige Frans. Ja, voor wie die bloemen gaat? Van Suzanne. Van Suzanne. Oh, je ken je fans toch ook? Ja. Nou, dat is wel handig natuurlijk. Je ziet er wel donders mooi uit, joh. Wie heeft dat gemaakt? Mama. Mama. Nou. En jij heet Ma, bijna Ma, maar je heet Manon. Ja. Eigenlijk heet je dan Ma is geen non, maar dat is zo'n lange naam, is Manon. Cowboy van Chips.